Hey Simmers en welkom bij weer een nieuwe Sims 4 video. Vandaag heb ik weer een stedelijk leven video voor jullie. Het is deel 9. Ik weet dat ik deze let's play een beetje verwaarloosd heb. En dat komt eigenlijk ook omdat ik niet zo goed weet waar ik naartoe wil met deze let's play. En dat weet ik nog steeds niet. Dus ik heb besloten dat we gewoon wat gaan doen. Want ik heb het idee dat veel van jullie dit wel een leuke let's play vinden. En ja, dus het zou eigenlijk zonde zijn als we er niet mee verder zouden gaan. Tenzij jullie het niet meer interessant vinden, laat het dan ook vooral weten. Maar waar we vorige keer zijn geëindigd, Droef hier, wat ik dus... Oh, hij gaat naar huis, oké. Nou ja, Droef hier, die... Ik las trouwens ook dat ik het verkeerd uitsprak. En toen schreef hij al, nee, je moet het zo uitspreken. En ik weet ook niet hoe je dat uitspreekt, dus... Misschien is het Droef? I don't know, sorry daarvoor, maar goed. Droef is blijven slapen. En ja, wij moeten gewoon aan het werk vandaag... Nee, we zijn vrij vandaag, dat wel. We zijn aan het thuiswerken, I guess. Oh ja, want het is al 5 uur 's middags. Nee, hè? Huh? Oh nee, het is 's ochtends. Nee, oké. We zijn vrij vandaag. Ik weet niet waarom hier thuiswerken staat. Maar ja, we zijn natuurlijk nog steeds bezig met onze carrière als verhalenonderzoeker in de carrière van recensent. En we zijn pas in de tweede stap. Dus laten we eens proberen of we daar iets aan kunnen veranderen. En om wat te doen moeten we een niveau stijgen binnen de kookvaardigheid. Even kijken. Faisa die maakt hier elke keer water wat dan bederft. Even kijken, deze is volgens mij ook bedorven. Deze ook van Faisa. Ja, waarom? Zij pakt elke keer het water en dan zorgt ze ervoor dat het bederft. Nou ja, oké. Oh nee, een vampier. Nee. Oh, ik haat dit zo erg. Ik wil zo graag dat je dit uit kan zetten. Ik wil ook gewoon geen knoflook op te hoeven hangen. Het is ook gewoon... Het is gewoon dag. Het is gewoon licht buiten. En dan worden wij nog even gebeten door een vampier. Jongens, dit... Oh, ik vind het zo vervelend. Hebben jullie dit ook? Vinden jullie dit ook vervelend? Onbeleefde introductie. Ik hoop niet dat we gebeten gaan worden. Kunnen we er niet wegsturen? Waarom kan dat niet? Waarom kunnen we niet... Oké, ik wil gewoon ontbijt maken. Weet je wat? We gaan gewoon doen alsof ze er niet is. We gaan roerij met bacon maken. Oh, ze gaat ook weg. Oké, dat was het ook. Nee, weet je wat? Ik wil helemaal niet met haar kletsen. Ik wil gewoon ontbijt maken. Oh, we gaan gebeten worden. Jongens, er zit niks anders op. We gaan gebeten worden. Oh, nee. We gaan niet gebeten worden. Nee? Oké. Okay. Kunnen we er niet opsluiten? Of zo? We kunnen er niet wegsturen. Nou, oké. Okay, dan gaan we gewoon ontbijt maken. We doen gewoon alsof ze er niet is. Maar we zijn wel nog steeds beduusd. Dat is wel jammer. Nou ja, we zijn gehypnotiseerd door een vampier. Ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Ik wil gewoon een beetje aan mijn carrière werken. Komt er weer zo'n smerige vampier. Komt weer mijn dag verpesten. En ik was die... Ik kan dat water niet nadenken over leeg glas. Ja, waarom niet? Laten we dat doen. Ik wist niet dat dat kon. Laten we daarover nadenken. Maar wel... Oh, ik hoop niet dat we nu brand stichten en nu weer beduusd zijn. Dat zou echt wat... Voor ons zijn, als we nu ook nog dit in de fik zouden steken. Steek het alsjeblieft niet in de fik, oké. Oh. Hebben jullie wel eens... Ik weet niet of mensen van jullie wel eens koken, maar ik woon op mezelf. Dus ik moet uiteraard voor mezelf koken. Heb je wel eens echt zoiets aangebrand? Dat je het echt met zo'n spatel eruit moest schrapen? Wat ik wel. Vooral met ertessoep heb ik daar slechte ervaringen mee. Hé, we hebben geld gevonden. Heb je wel eens ertessoep gemaakt? Weet je wel, van die Hollandse snert met rookworst. Dus ja, daar moet je van die spliterten in doen. En als je die kookt, die moeten echt 3 uur koken voordat ze zeg maar zacht worden. Dus het is gewoon eerst gewoon water met harde erten. En dan van het ene op het andere moment zijn de erten een soort pap. En dat als je daar 5 minuten niet aankomt, dus als je niet doorhebt dat dat gebeurt. Wat best lastig is als je elke 3 uur om de 5 minuten moet kijken. Dan heb je dus echt zo'n hele dikke laag met erten, aangebrande erten in je pan. En dat stinkt zo erg en dat krijg je er nooit meer uit. En dan kan je je pan net zo goed meteen weggooien. En je soep. En dat is zo jammer als je er 3 uur aan hebt gewerkt. Oké, ik weet niet waarom ik dit verhaal vertel. Zoals ik ook al zei, ik heb geen idee waar deze let's play nog naartoe gaat. Ik hoop dat jullie het even goed nog steeds leuk vinden. Om gewoon een beetje te experimenteren. Dit is ook de enige let's play waarbij we nog maar 1 persoon hebben. Wat op zich ook best wel prima is. Waarom gingen we eigenlijk eten? We hebben helemaal geen honger.
We moesten aan ons koken werken, dat was het. Even kijken, laten we masseren, want we voelen ons niet zo lekker. Dus dat is misschien een goed idee. Waarom is deze vampier... Die staat hier gewoon een beetje creepy te zijn. Oh, het was ook verschrikkelijk eten. Oh, we hebben het weer verpest voor onszelf. Nou, dit gaat echt wel weer helemaal de verkeerde kant op. Nou. We kunnen ook gelijk wel even... Ja, wat zullen we eens doen? Laten we gewoon douchen. Nee, laten we trouwens een bedachtzame douche nemen. Want dan raken we geïnspireerd en dan kunnen we daarna aan ons koken werken. Ik ben echt in staat om gewoon een muur om die vampier heen te bouwen om te kijken of ze sterft. Gewoon, dat doen we gewoon in de let's play alsof er niks gebeurd is. Maar dan in het, ja, want ik vind het zo vervelend dat ze in dit soort realistische let's plays dan ook ineens met vampiers komen. Zullen we gewoon kijken of ze doodgaat als we er opsluiten? Ik ga het gewoon doen. Ik ben het echt zat. Dus, even kijken. Oh. Dat is het nadeel als je met move objects werkt. Als je dan iets verplaatst wat, zeg maar, eigenlijk in de eerste plaats niet op de plek kon staan waar het staat. Dan moet je het weer aanzetten als je iets wilt bouwen. Zo. Bam. Komt ze door de muur heen? Hey, oké. Top. Het schilderij wordt wel doormidden gehaald. Maakt ons het uit. Ik bedoel, deze muur was hier altijd al. Hier zit gewoon een schoorsteen of zo. Even kijken. Laten we deze lamp erin hangen, zodat we er kunnen bekijken. Als jullie dit helemaal niks vinden, laat het me ook weten. In de let's play is er dus niks gebeurd. Hè? We doen net alsof dit niet gaande is. Maar ik ben gewoon benieuwd. En ik word gek van die vampiers. Dit is mijn wraak. Ben ik heel kwaadaardig nu? Misschien. Vind ik het erg? Nee, ik vind het vervelend. Ik ga kijken of ze hier sterft. Hoe heet ze eigenlijk? Lilith. Kijken of Lilith het hier overleeft. Misschien kan ze er wel gewoon als een vleermuis uit. Dat zou ik echt stom vinden. Nou ja. Hey, het was de bedoeling dat we hier bedacht zouden. Of geïnspireerd van zouden raken. Niet flirterig. Oké. En wat ik dan wil is denk ik toch maar gewoon naar... even kijken. Kunnen we? TV kijken en dan wil ik gewoon naar de kookzender kijken. Oh, naar kookzender kijken voor ideeën. We voelen elkaar aan, Senna en ik. Het gaat hartstikke goed. En ik voel me even goed bekeken door die vampier. Ondanks dat hier gewoon dat hier muren zijn. Dat zij hier niet door drie muren heen kan kijken. Voel ik me bekeken. Moet je kijken hoe eng ze naar me kijkt. Hier, dit is toch vet eng. Dit is vet eng. Ja, oké. Okay. Kom op, doordouchen. Oké. Flirterig raken. Hoe romantisch te zijn. Oké, we willen nog steeds naar de kookzender kijken. Oh, dat is de verkeerde bank, lieverd. De tv is daar. Juist. Oké, deze aflevering gaat zo voorspoedig. Kunnen we zappen? Ik wil naar de kookzender kijken. Oh, hier naar zender kijken. Naar kookzender kijken voor ideeën. Ja. Kijk, dan hebben we deze ook weer volbracht. Tenminste, bijna. Oké, maar laten we dit gewoon doen tot we een niveau omhoog gaan of tot er iets gebeurt. Er komt vast wel weer iemand bij ons langs straks ook. Of we krijgen wel honger en dan kunnen we weer wat koken. Waar gaan we heen? Oeh, ik dacht even dat ze naar de vampier ging. Oké, wat gaan we doen? Op websurfen. Nee, zo werkt het niet. Een groepsmaaltijd maken. We gaan het gewoon doen. We gaan gewoon... even kijken. Brunch. Nee, we gaan even kijken. Koken. Wat zullen we eens maken? Wat is pan de muerto? Volgens mij hebben we dat gegeten in het restaurant. Maar kan ik me niet herinneren. Oeh, ramen. Ja. Ik vind dat zo mooier uitzien altijd. Die noedels.
En ik heb het ook wel eens geprobeerd zelf te maken. Misschien heb ik dit verhaal al eens verteld. Ik weet nooit aan wie ik wat heb verteld. Goed, misschien heb ik het aan jullie verteld. Misschien aan iemand anders. In elk geval, ik heb sowieso een voorliefde voor Japan. En ik vind ramen er altijd zo mooi uitzien. En het is gewoon noedelsoep. Maar het officiële recept is echt met een runde bouillon die je echt van botten moet laten trekken. En dat moet echt 2 dagen. En dat is gewoon niet. Dat kan je niet zelf nadoen. Dus ik doe altijd maar iets wat er een beetje op lijkt. Met kant-en-klare bouillon. En ja, ik weet niet. Ik heb nog nooit echt een ramen gegeten. Maar ik wil dat zo graag een keer eten. En zij is het aan het maken. Dus ik ga even goed kijken hoe ze dit doet. Misschien leer ik er nog wat van. Oh, er is iemand. Ik verveel me. Weet je wat? Ik ben eten aan het maken. Kunnen we hem binnen laten uitnodigen om te chillen? Waarom ook niet? Wie ben jij? Rush. Misschien kan hij mijn waterglazen opruimen. Nee, niet weggaan. Ik heb net eten gemaakt. We kunnen ook een verpakte lunch maken voor morgen. Oh, laten we Faiza ook uitnodigen. Uitnodigen om te eten, ja. Kom maar binnen. Jullie mogen allemaal komen deze statuspelletjes te doen. Fucking vampieren. Ja, ik vind de vampier let's play echt heel leuk. Maar ik vind het gewoon... Het moet gewoon... Daar moet het bij blijven. Je moet een optie hebben dat je dat uit kan zetten. Misschien is die optie er wel. Misschien is die optie er wel. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Als die optie er is en jij bent ervan op de hoogte... Vertel het me alsjeblieft. Ja, oké. Okay. Komt Faiza eten of hoe zit dat? Afwijzen om eten te geven? Nee, we hebben toch al gezegd dat ze binnen mag komen. En waar is Raj? Raj die wilde gewoon mijn computer gebruiken. Daarom is ze hier. Hallo? Keukenwonder, het ruikt geweldig. Ja, dat zijn mijn ramen. Oh, selfie. Oké, even kijken. Angst voor vampieren opbiechten. Ja, ze voelt zich nu wel beter nu ze dat opgebiecht heeft, hoor. Ik bedoel, stel je voor dat vampieren echt waren. Oké, okay, zal ik erover ophouden? Volgens mij ga ik te ver. Faiza, kom je nog? Of hoe zit dat? Hoe lang duurt het voor een vampier sterft? Misschien best wel... Ik weet... nou ja. Zo, te zien wil je niet gestoord worden. Wat is dat nou? Ik zeg al 3 keer dat je binnen mag komen. Kunnen we er niet gewoon binnen vragen? Diepgaand gesprek. Laten we gewoon met haar gaan praten. Ja, we kunnen er niet binnen vragen, maar... of zit ik nou nog... Ze heeft trouwens ook sowieso een sleutel, dus ik snap niet waarom ze aanbelt. Nou ja, goed, dat moet ze zelf weten. Ik wil ook eigenlijk niet dat er nog meer glazen in mijn kast komen te staan. Dus heb ik nou trouwens die lunch in de koelkast gedaan? Nou, die kunnen we morgen meenemen als we naar het werk, als we gaan werken. Ja. We moeten nog steeds de niveaus stijgen binnen de kookvaardigheid. Dus en we willen nog steeds een maaltijd koken. Dus laten we gewoon nog iets koken. Wat zullen we eens nog meer maken? Laten we er een salade bij maken. Dat is wel lekker erbij. En dan doen we nu een gezinsportie. Want we hebben anders weer vet veel eten wat we allemaal weg moeten gooien. En dat is wel zonde. Die vampier. Oh, ze komt toch wel. Nou, gelukkig. Dan kunnen we met haar praten. Maar we hebben er nog helemaal niet... Nee, je gaat geen water pakken hoor. Oh nee, oké. Ze pakt... Wat pakt ze? Oh, ze gaat bij Raj chillen met haar eieren en bacon. Oké. En wij zijn ondertussen onze vingers aan het afhakken. Goed. Ik wilde iets zeggen, maar ik weet niet meer wat. Oh ja, we hebben er helemaal niet verteld over Droef. Dat is onze nieuwe vriend. Druvé. Ik weet het echt niet. Sorry hoor. Dat klonk agressief. Sorry hoor. Ik bedoel het helemaal niet agressief. Nou ja, goed. Hoeveel moeten we nog? We moeten echt nog maar een heel klein beetje. Ik wil echt dat we die niveau stijgen. Please. Yes. Oh, net aan.
Ah, we kunnen nu gebak. Oh, we kunnen. Droef, of roef. Raj bedoel ik. Raj, wat doe je? Waarom ben je in mijn vuilnisbak aan het graven? Voel je je nu goed? Wat is dit? Waarom? Kunnen we hem aanspreken op zijn gedrag? Wat? Ik ben gewoon aardig tegen je en. Waarom zijn we verdrietig? Ik snap er helemaal niks van. Opruimen. Oh, jongens, ik ben een brownie aan het bakken. Ik moet even mijn brownie uit de oven halen. Momentje. Oké, mijn brownie is klaar, dus we kunnen weer verder. Sorry voor de onderbreking. Ja. Hebben we de waterglazen opgeruimd? Cool. Oké, dus voor ons werk, even als overview. We moeten nu dus alleen nog... Nou ja, daarheen gaan eigenlijk om dit omhoog te krijgen. En dan maken we promotie. Dus dat gaat eigenlijk best goed. We zijn best goed voorbereid. En laten we maar door de vingers zien dat hij hier een teringzooi van heeft gemaakt. Ik ruim het wel op. Ik ruim alles wel op, want die sla moet ook in de koelkast. Misschien moeten wij dit even schoonmaken. Misschien is dat een idee. Het zou chill zijn als we aan hem konden vragen of hij het wilde schoonmaken. Veranderingen in de buurt bespreken. We hebben zin om te bellen. Burgertelevisie, wat is dat? We hebben geen luxe huishoudelijk voorwerp. We willen een bubbelbad. Nou, echt niet. We hebben echt een heel mooi bad hier. Oké, hij gaat naar huis. Nou ja, het was fijn dat je... Ik hoop dat je hebt gevonden wat je zocht in onze prullenbak. Wat is Faiza aan het doen? Die zit hier gewoon een beetje voor zich uit te staren. Oh, en het stinkt hier blijkbaar. Is hier iets vies? Oh, dat is jouw water. Dat is je eigen water wat stinkt. Pff. Vermoeiend. Oké. Nou, zij gaat ook weer naar huis. Mooi. Wie is dit? Ken ik haar al? Geeta. Nou ja, oké. De dag is alweer bijna om. Tenminste, het is al bijna 5 uur 's avonds. En we zijn best moe en we hebben het water opgeruimd. Eens even kijken. Zullen we nog ergens heen vanavond? Hoe vroeg moeten we morgen? Morgen om 10 uur werken. Wat, kunnen we nog wat leuks doen? Die zonsondergang. Ik vind het zo vet. Ik heb trouwens een drone gekocht. Zodat ik dit soort dingen kan gaan filmen. Want ik hou hiervan. Maar dat terzijde. Ja, en omdat ik op vakantie ga naar Afrika. Dan kan ik gave drone dingen filmen. Ik ga niet slapen op dit krukje. We hebben nu honger. We hebben best heel wat gekookt. Dus even kijken. Laten we wat van onze ramen nemen. Nu we het toch hebben, hè? Nee. Ramen eten. Ja. Misschien als jullie dit kijken ben ik al op vakantie. Ben ik al drone video's aan het maken. Ik heb er echt zin in. Maar natuurlijk zorg ik wel dat er gewoon video's online blijven komen. Ja, vandaar dat ik misschien op vakantie ben als jullie dit kijken. Ik ben niet zo scherp vandaag. Jezus, ze kan helemaal niet met stokjes eten. Daar moet je nog even op oefenen. Nou, dat gaat best oké. En zo te zien is het ook nog wel lekker. Dus hebben we geen slechte emotie van het eten straks. Oh, dat ging mis. Ik vind het echt leuk dat ze voor al die nieuwe gerechten en nieuwe interacties, nou ja, bewegingen hebben toegevoegd. Ik wil 1 keer zien hoe ze nog met die stokjes, hoe dat misgaat. Neem een hap. Nee, ik zei neem een hap. Jammer, ze kan het ineens. Ze heeft dat helemaal onder de knie. Wie van jullie kunnen er met stokjes eten? Ik ben er niet super, super goed in. Maar kan het wel. Alleen als ik noedelsoep eet met stokjes, dan zitten altijd overal spetters. Ja. Een beetje jammer is dat. De vampier is er nog. Dat is wel mooi. Even kijken. Trouwens, ik was de vorige keer de hele tijd op zoek hoe ik social media moest bijwerken. Maar ik ben van carrière geswitcht omdat jullie dat graag wilden. Dat was ik alweer helemaal vergeten. Sorry daarvoor trouwens. Ja. Maar ja, laten we Droef bellen. Laten we even met hem kletsen. Want we willen een sms versturen.
Waar ben je? Daar is hij. Ja, we sturen hem een sms, want we moeten natuurlijk wel een beetje in contact blijven. Want hij was vanmorgen al weg voordat wij wakker waren. Ik heb natuurlijk geen idee wat hij nou van onze date vond. Ja. Ja, wat zullen we eens doen? We hebben nog wel heel even de tijd. Kijk die zonsondergang. Oh, kijk niet het gebouw. We kunnen wel even naar buiten gaan. Kijken wie hier zijn. Ja, laten we gewoon even naar buiten gaan. Voor de... Wie is er zo vals aan het zingen? Wie zei dat? Ben jij zo vals aan het zingen? Nee, hè? Waar zijn we? Zijn we al beneden? Ah, ja, daar zijn we. Cool. Wie is deze verdrietige man? Waarom is deze man verdrietig? Ik ga een grappige introductie doen om op te vrolijken. Ik bedoel... We moeten natuurlijk wel een beetje mensen leren kennen. Oh, we kunnen ook gaan basketballen. Grootse dromen. Ja, dat lijkt me wel wat. We zijn wel volgens mij grootse dromers. Oh, dan gaan we in onze sportoutfit. Kijk. Hé, hey, fitness die van... Oh, die veel lichter erbij. Wel jammer dat dat nou weer misging. Was dat het? Zijn we nu klaar ook? Oké, ja, dat was het. Onze basketbalambitie is... Oh, we hebben verzwikte enkel. Shit. Nou... Dat is jammer. Waar zijn we eigenlijk heen? Oh, we staan hier binnen. We komen even een kijkje in de keuken nemen. Wat willen we? We willen Droef vragen om vaste vriend te worden. Dat willen we. Ik weet niet. Zullen we hem eerst gewoon een sleutel geven? Dat hij gewoon een beetje af en toe binnen kan komen wanneer hij maar wil. Hier is hij! Hij is er gewoon! Hij loopt zijn sessie. Oké, laten we een appartement... Ja, appartement sleutel geven. Top, we doen het gewoon. Als hij niet al weg is dan. Droef, wacht even. Nee, hij is toch niet al weg. Hij gaat hier. Waarom gaan wij niet? Joe, word eens wakker. Oh, hij is weg. Oh, net te laat, erg jammer. Oké, nou ja, doen we het volgende keer. Wat is dit voor outfit? Proberen te kalmeren. Doe eens even rustig. Erika. Misschien is ze door de vriendinnen zo op straat gedumpt en is ze daarom boos. Dat zou ik een hele goede reden vinden om boos te zijn. Oh, oké. Okay. Gestreste bui bespreken. Wat is dat voor emotie? Ik weet... Dat is volgens mij opvoedkunde. Stop eens met schreeuwen. Ik probeer hier iemand op te voeden. Oh. Oké, okay, thuisbasis. Nou ja, goed. Dat is goed gegaan. Zou de vampier er nog zijn? Ik ga het even checken hoor, voor de zekerheid. Want ik wil natuurlijk niet dat ze straks ontsnapt is. Nou, hier is ons huis. Ja, ze is er nog. Krijg nou wat. Mooi. Oké. Okay. Ja, we gaan gewoon gezellig erbij zitten. We gaan gewoon even... wow, handen kussen. Waarom kunnen we met deze man handen kussen? Wie is deze man? We zijn toch niet romantisch met één van deze mensen? Nee. Naar optreden kijken. We gaan gewoon even kijken naar dit. Ik bedoel, we wonen in bij dit mooie plein. Laten we dan op zijn minst gebruik maken van alle faciliteiten die we hebben. Even kijken. Laten we 5 simoleons aan Foy geven. En dan gaan we wel naar huis, want ze is echt heel treurig. Neem ondertussen even een slok thee. Ja, zijn we weer blij? Nou, dit duurt me een beetje te lang eigenlijk. Ze smijt het geld ook gewoon op de grond naast de koffer. Oké, weet je wat? We gaan naar huis.
Ja, dat krijg je ervan als je groot droomt. Ik bedoel, realistisch is het niet. En dan krijg je dus een verspikte enkel. Ik heb nog nooit een enkel verspikt trouwens. Maar volgens mij is dat echt enorm pijnlijk. Daar zijn we weer. Oké, nou ja. We gaan gewoon naar bed, denk ik. Ik gebruik en reinigen. Laten we dat doen. En ondertussen, ja, Lilith, die staat hier gewoon. Die, dat is ons nieuwe accessoire. Ja. Nou, dromen hebben we in elk geval genoeg. Jongens, we zijn dan, onze carrière gaat goed. Onze relatie is in opkomst. Met een beetje mazzel gaat het allemaal door. En worden we succesvol, kunnen we uiteindelijk een penthouse kopen. Want dat is wel waar we... Ja, daar gaan we heen. We gaan slapen. Ik vind het wel spannend met de vampier hier. Maar ja, we gaan het gewoon toch doen. Want ja. Als het goed is, kan zij hier niet uit. En nou ja, anders dan weet ik ook niet hoe ik er sowieso mijn huis uit moet krijgen. Dus ja. Oké, maar hier ga ik het dus ook voor laten voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie, ondanks dat we eigenlijk niks gedaan hebben, dit nog steeds een leuke aflevering vonden. En ja, ik weet niet. Laat me weten wat jullie willen dat ik doe in deze serie. Of jullie überhaupt willen dat ik hiermee doorga. Of je het leuk vindt dat ik gewoon een beetje ja, aan het rondkijken ben zonder echt een doel. Of misschien heb je wel hele goede ideeën over hoe ik verder moet gaan met deze Let's Play. Laat het me vooral weten. Want ja, ik weet het zelf niet zo goed. En ik wil natuurlijk graag ja, iets doen wat jullie ook graag naar kijken. Dat snappen jullie natuurlijk. Nou ja, mocht je deze video leuk vinden, like hem dan. En als je nog niet op mijn kanaal geabonneerd bent, vergeet dat dan ook niet te doen. Want dan hoef je nooit meer een nieuwe video te missen. En ja, ik wil jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Dus tot dan. Doei doei.